Goedemorgen, ik ben op weg naar de ambassade van Stockholm. We zijn in Stockholm. We zijn uitgenodigd om te vertellen over duurzaamheid, de Green Deals, die wij als Roelofs hebben. Hartstikke mooi om daar uitgenodigd te worden. We worden niet alleen gezien als wegenbouwer, maar nu dus ook als volwaardige kennispartner op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie. Het was erg interessant. Vele partijen met Fossil Free Zweden gesproken. De ambassadrice van Zweden, de Nederlandse ambassade van Zweden, was erg geïnteresseerd in wat wij als Roelofs doen. Met name het circulaire stuk. Zijn we verder in Nederland dan wat ze in Zweden doen? Want wat viel me op? Zweden is erg bezig met milieu, met het klimaat. Dat is heel goed, vanzelfsprekend natuurlijk. Maar daarmee verliezen ze soms de focus op de materialen, de grondstoffen, de circulaire economie. En dat is iets waar we nog wel wat, waar wij de Zweden bij kunnen helpen. Eerste gesprekken zijn positief, maar soms zijn de Zweden net als bij ons. Eerst even kijken of dat wel goed zit en daarna gaan we eens op het gemakje eens verder kijken. Dus zo zien we dat hier ook. Op naar een goed vervolg in Nederland. En zoals ze dat in Zweden zeggen, hejdå!